Hey en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op Ultraxx, de enige echte. Nou, ik loop even door Park Vogelenzang heen en ja, de locatie is niet zo belangrijk. Ik had wel zoiets van, goh, ik heb nog een leuke vlog gemaakt voordat ik naar de Efteling ging, buitenvlog opgenomen. En ik denk, joh, eigenlijk kan ik dat na de Efteling eigenlijk ook wel doen. Ook een leuke buitenvlog opnemen. Maar dan niet op dezelfde locatie. Dus ik denk, nou, ik ga wel even naar Park Vogelenzang. Ik heb niet veel tijd. Dus in ieder geval denk ik, ja, dat is wel even leuk. Wie zit er nou weer te toeteren? Zitten ze weer te toeteren, Hiro? Moet ik nou alweer boos worden? 11 september is er niks gebeurd. Nou, hier gaan we weer al, hè. Oh, lekker door het parkje heen. Ik heb een pookje in mijn hand. Het is voor mij zondag. Ik heb dit een zondag opgenomen. Als het goed is krijgen jullie dit aanstaande zaterdag te zien. Ja, want zondag komt de Feyenoord vlog. Dus volgens mij is het zondag, komt deze video online. Of nee, de Feyenoord vlog komt natuurlijk later. Ja, die moet er nog naartoe dadelijk. En dat krijgen jullie weer morgen te zien. Allemaal ingewikkeld allemaal. Ik heb weer een lekker voorsprongetje op de vlogs. Ik moet wel ontzettend veel editen hoor, want ik heb ontzettend veel editwerk. De eerste is al klaar, het eerste deel van de Efteling. Ik moet nou nog het tweede en het derde deel moet ik nog editen. En ja, die hebben jullie inmiddels al gezien. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Hoe is mijn Efteling geweest zaterdag? Hoe is het laatste Negen Pleinen Festijn geweest? Nou, jullie horen het al aan de hoest. Ik ben verschrikkelijk ziek geweest. Nou ja, verschrikkelijk. Ik heb het nog steeds een beetje te pakken. Ik heb een verstopte neus. Gisteren had ik ook echt koppijn. De hele dag. Echt de hele dag koppijn gehad. Dus ik had... gisteren zou ik dit eigenlijk nog even filmen. Maar toen ben ik maar lekker thuis gebleven. Ik had geen zin om naar buiten te gaan. Ik had geen zin om een vlog op te nemen. Ik voelde me eigenlijk echt niet lekker. Vannacht even aspirintje ingenomen. En het gaat nou wel weer een stukje beter. Gaat het gelukkig. Dus... ja, echt te pakken. Ik had het al in de Efteling, had ik het al. Toen zat mijn neus al helemaal verstopt. Ik denk, nou, dat gaat nog wat worden. En het is eigenlijk alleen maar nog maar beroerder geweest. Maar het was wel leuk in de Efteling. Ik ben blij dat ik gegaan ben. Het was echt ontzettend gezellig was het. Villa Quinza was het, Kevrits was het. Quincy is met me mee terug naar huis gereden. Die ging voor het eerst met de auto. Dus die is weer teruggereden. Had gelijk Rijks NL meegenomen. Harme. Dus Harme heb ik nou ook een keer in het echt gezien. Ja, had ik al een keer in het echt gezien, maar nu heb ik ook echt met hem even zitten babbelen. Was heel gezellig, was heel leuk. Ja, Negen Pleinen Festijn was top, hè. Het was een top feestje. Jammer, het is de laatste keer. Maar Jurgen Vrijlieg die had het erover dat er binnenkort weer wat nieuws aan zit te komen. In november, oktober, november, of zoiets had hij het over. Dan is het Novemberfest is in de Efteling en daar zal hij ook weer optreden en zo. Dus dat is wel ontzettend leuk, ga ik zeker weten ook heen. Ik heb er echt wel ontzettend veel zin in. Dus ja, het Negen Pleinen Festijn is nu echt voorbij, maar ja, als Negen het novemberfest er is, dan ben ik zeker weten weer van de partij. Ja, het was echt super gezellig was het. Ja, wie waren er allemaal? Er waren er zoveel. Er was, ik heb al een beetje genoemd, Kevrits was er, Rijks NL, Quincy was er, Villa Quinza, Aquanura was er. Jee, wie waren er nog meer allemaal? Er waren er zoveel, maar het was zo ontzettend gezellig. Zo ontzettende toffe avond gehad. Was altijd... het is altijd een feest, maar dit was echt een super feestje. Ik ben echt blij dat ik gegaan ben, want ik had natuurlijk in eerste instantie zoiets van, nou ja, zal ik dan nog wel gaan? Ik was het een beetje zat, ik was het een beetje beu. Maar ik ben toch gegaan en ik ben hartstikke blij. Ja, jullie hebben de 3 vlogs gezien. Ik had 1,5 uur film. Ongeveer. Onbewerkt. Denk ik, doe het gewoon 3 keer in een half uurtje. Dat is misschien wel wat beter, hè? Terwijl ik ontzettend moeilijk zat te doen met een peuk. En met een checkie. En met een camera in mijn handen. Maar ja. Het is een leuk pleinenfestijn geweest dit jaar. Op naar volgend jaar. Nog 10 maandjes wachten. En dan is er weer een Negen Pleinen Festijn. Dus we moeten weer eventjes 10 maanden even afkicken. Maar ja, als binnenkort de novemberfest er is, dan ben ik zeker weten weer van de partij. Ja, het was echt leuk. Er is alleen weer alle planningen die ik en Kevin en zo gemaakt hadden en Ramon. Is niet veel terecht van gekomen. Maar het was wel ontzettend leuk. En ja, als afsluiter natuurlijk Jurgen Vrijlieg om 10 uur. En 10:15 ongeveer, zo ongeveer, was het de beurt aan Aquanura natuurlijk als grote afsluiter. Dadelijk ga ik naar Feyenoord toe. Er zal Ramon ook weer bijwezen. We spelen pas om 4:45. Een rottijd, want dan zit je precies met het etenstijd en zo. Echt super irritant, ik vind dat zo irritant. Laat die wedstrijden gewoon om 2:30. Dat is een stuk makkelijker. Ook voor als je een stukje moet rijden. Nou is het gelukkig niet zo ver weg. Het is maar een half uurtje rijden natuurlijk. Maar ja, het is gewoon ontzettend irritant. En als je daar in het stadion wat koopt, dan moet je weer 1,5 muntje betalen. Nou, 1 muntje is al hartstikke duur. Hè? Dus het is eigenlijk ook een beetje spek kopen voor de club eigenlijk. Dan wil ik de club best wel, ja, dan wil ik de club best wel steunen. En af en toe, ja, je betaalt een seizoenskaart, dus je steunt de club al. Maar kom op jongens, zei 1,5 munt voor een patatje of zo. Echt schandalig. Dat gaat gewoon echt helemaal nergens over. Echt, het is gewoon schandalig voor woorden. Ik vind het echt, ik vind dat zo'n ontzettende kolder, vind ik dat. Maar ja. Helaas is het zo, moet het zo, want ja, waarom zou je ja, je trouwe bezoekers normaal behandelen? Bij Feyenoord worden ze als klant behandeld, Gudde zelf ooit het een keer gezegd. En ja, de hele discussie over Gudde en het gedoe van Feyenoord en zo, oh, ik ga precies in een... koeienvlaai staan. Lekker hoor. Of in een, weet ik wel, stierenvla. Godverdorie, zit ik weer helemaal onder. Ik zit weer helemaal onder. Ik doe weer 3 stappen. En het is weer zover. Maar ja, die hele discussie die heb ik al een paar keer gevoerd op het kanaal. Het misbruik maken van supporters. Door extra geld af te troggelen. En dan... krijg je weer deze week te horen van ja, we gaan geen extra aankopen meer doen. Ja, ze zijn zo, zitten zo in de financiële shit. Maar ze verdienen wel een hele hoop aan ons. En als je als seizoenskaarthouder al zelfs al extra geld moet betalen voor een kaartje van de beker. En dan ook gewoon echt het volledige bedrag. Schandalig hoe je zo met je spelers of met je supporters omgaat. Is gewoon geen goed woord voor over. Maar goed, we zijn in ieder geval in Vogelenzangpark. Ja, ik heb hier al een paar keer gelopen met Ramon. Het is hier ontzettend mooi. En ja, ik denk ik zal nog even een lekkere wandeling maken. Het is wel ontzettend lekker weer nog. Gisteren was het een stuk minder. Gisteren had ik het ook echt koud. Heb ik ook echt, als ik naar buiten ging, trok ik een trui aan omdat ik het gewoon heel erg fris vond. Maar het is nou een stuk beter. En binnenkort komt de vakantie eraan, jongens. Binnenkort komt de vakantie er ook aan. En dan ga ik op vakantie. Wanneer, dat horen jullie nog, dat zien jullie vanzelf wel. Als de eerste vlog van mijn vakantie er is, dan denk ik, hé, hij is op vakantie. Nee, dan ben ik alweer terug. Want ik zorg dat ik van tevoren video's klaar heb. Dus als de vakantievideo's te zijn, die beginnen al heel snel al. Maar ja, dan weten jullie dat in ieder geval. Ja, als het dan de vakantievideo's er zijn, dan zien jullie het vanzelf wel. Waar ik naartoe ga, hoe lang het duurt, hoe lang ik op vakantie ben. En ja, dat zien jullie allemaal vanzelf wel. Nou, we komen in ieder geval weer bij het bekende bruggetje uit. Hè? Waar we vorige keer waren we hier verkeerd gelopen. Met Ramon was dat. Toen waren we een beetje verkeerd gelopen. Zo, ik zweet me nou al kapot, joh. Het is gewoon warm hier ook. Nou, allemaal bos, allemaal omgeving. Het is echt prachtig hier ook. In een bruggetje, de ophaalbrug. En bij de volgende stuk, dat is het Mallenbos, zeg maar. Daar waren Ramon en ik verleden keer verkeerd gelopen. Nou ja, nou hebben we gelukkig wel weer de weg teruggevonden, dat wel. Maar het is toch irritant dat je de weg kwijt bent. Dat je verkeerd loopt. Nou, we gaan het brugje over. Wow! Gaast op mijn platte bekken, Siro. En ja, het was ontzettend gezellig. Dus het Negen Pleinen Festijn. Zeker de moeite waard als je daar nog nooit heen geweest bent. Om volgend jaar eens een kijkje te nemen. Voorne Putten, Mallenbos. Hier, het andere was van Park Vogelenzang. Dit is het Mallenbos. Vrij wandelen op wegen en paden. Geen toegang met gemotoriseerd verkeer en met paarden. Terwijl je toch altijd heel veel paarden lopen hier ook. Maar goed, ik heb niet veel batterij. Dus ik kan ook niet echt al te lang filmen. Als ik... ja, ik zat te denken, ja, als mijn camera uitvalt, dan valt mijn camera uit. En dan moet ik thuis gewoon de auto opnemen. Maar ik kan nog altijd met mijn mobiel even filmen. Dus dat is ook nog wel mogelijk. In ieder geval maak ik er in ieder geval geen lange vlog van. Maar ja, ik hoop dat jullie genoten hebben. Laat even een berichtje achter. Like de video's. Like al mijn video's natuurlijk. Maar like in ieder geval ook de Efteling vlogs. Ik heb er 3 gemaakt, dus 3 van een half uur. Ongeveer 1,5 uur aan cultmateriaal. Dit is ook heel erg mooi hoor. Moet je kijken. Dit is ook ontzettend, ontzettend mooi paardje. Hier heb ik toen ook nog een keer wat opgenomen toen hier ook. Kijk, me nog herinneren hier in dat smalle paardje. Dat is ontzettend mooi. Toen regende het en toen was het ook een beetje blubberachtig. Was ik zeiknat. Maar ja, moet je kijken. Ik heb het al 100 keer gezegd, hè. Je hoeft echt niet ver te gaan om ergens mooi te lopen. Hier al heel dicht in de buurt heb je al mooie plekken zat. Om even een leuke vlog op te nemen. Dus nou, we lopen even wat verder. En we gaan ja, maar even rechtdoor lopen een stukje, hè. Ja, maar even een stukje rechtdoor lopen. Nee, het was echt ontzettend leuk. Dus zeker weten het de moeite waard. Als je nog nooit naar de Negen Pleinen Festijn geweest bent, koop een keer een kaartje als je naar de Efteling gaat. Voor het Negen Pleinen, als het Negen Pleinen Festijn er is. En dan heb je zeker een leuke avond. Zeker bij Jurgen Vrijlieg. En bij Jelle ben ik ook nog even geweest. Ik weet niet meer of dat ik dat gefilmd heb. Dat hebben jullie in ieder geval in de film gezien. Maar ja, we zijn er nog wel heel erg van geweest. De statige stuurman hebben we weer niet gezien. Was de bedoeling om nog even naar de statige stuurman te gaan. Maar daar was er weer niet van gekomen. Hè. Ik denk dat ik maar weer even terugloop. Want hier heb je niet echt verder meer dingen of zo. Je hebt hier alleen nog een... ja, dan ga je nog verder, ga je zeg maar het Mallenbos in. Maar daar heb ik eigenlijk niet echt veel zin in. En mijn batterij is ook bijna leeg, dus ik kan niet echt veel meer filmen. Dus we gaan maar gewoon weer terug lopen. En dan gaan we gewoon weer terug over de brug. Gaan we weer terug naar de auto. Maar dan weten jullie in ieder geval ja, hoe mijn Negen Pleinen Festijn geweest is. Echt nogmaals een shout-out aan iedereen die er een zaterdag was. Het was echt super gezellig was het. En ja, het was gewoon een topfeestje. Zoals normaal altijd. Erg veel gelachen met Kevin en met Quincy. Heb ik ontzettend veel gelachen. Ik heb natuurlijk heel veel gefilmd met Ramon en met Kevin. Het was echt super gezellig. En nu gaan we gewoon weer terug. En vaak om 14:30 staat Ramon voor mijn neus. En Ramon die wil dan Ramon die gaat dan mee naar de Kuip. En dan gaan we naar Feyenoord NAC. Ik ben benieuwd. Vorig jaar was het een teleurstelling. Toen was ik trouwens ook op vakantie. Nu moet ik nog op vakantie gaan. Maar toen was ik op vakantie. En toen verloor Feyenoord gewoon met 2-0 of zo was het. Dus ja, we gaan het wel gewoon zien. We gaan wel zien wat het vandaag wordt. Ik hoop niet dat we weer verliezen. Dat zou niet best wezen. De Graafschap verliezen. Nou, weer 2 overwinningen. Vorige week natuurlijk die rare wedstrijd tegen Heerenveen natuurlijk. 3-5. Waarin je 4-0 voor staat en dan nog voor 4-0 drie doelpunten om je oren krijgt dat het nog spannend wordt. Gelukkig schoot Ayoub die bal er nog in dat het 3-5. Toen was het echt over en uit met de pret. Maar voor hetzelfde geld, die brengt je eigenlijk weer zo ontzettend in de problemen. Terwijl het helemaal niet nodig is. Nou, en dan gaan we dan hoor jongens, over het bruggetje heen. Gezellig over het bruggetje. Oh, er komen mensen aan. Dan ga ik hem heel even neerleggen, want er komen mensen aan. Zo, daar zijn we weer hoor. Ik moet eventjes stoppen. Ik vind het zo lullig. Als dan een hele groep mensen voorbij moet lopen. Sommigen willen niet op de film. Dat kan ik me wel voorstellen. En sommigen denken ook van, wat staat hier vent nou tegen de camera te lullen? Wat is dat nou allemaal? Ja, ik sta gewoon tegen de camera te lullen. Die ruis is die goed stik. Ja, dat heb je hè, als je vlogger bent. Zo, ik ben nou gewoon al moe. Ik heb nog maar een kwartiertje gelopen. Ik ben nou al kapot. Ja, iets langer. Nou, hier heb je het Lazenpad weer. Het Lazenpad. Gezellig. En gaan we gewoon weer lekker terug naar de auto hoor, want ik vind het wel weer allemaal best. Oh, ik kan niet meer. Oh ja, dat was ik nog vergeten te zeggen. Kijk. Oh. Daar zo, bij dat brugje, daar heb je ook een meer hè. Weet je wat voor meer dat is? Ik kan niet meer. Ja, zo heet dat meer. Nou, in ieder geval, ik ga weer lekker terug naar de auto. En ik ben het helemaal zat. Ik heb een kwartiertje gelopen, ik ben nu al moe. Ik heb nog moeie poten van de vrijdag. Ik heb zaterdag echt lekker rustig aangedaan. Echt even een dagje, even helemaal niks. Alleen een beetje doen waar ik zelf zin in heb. Een beetje video's kijken en mij vooral niet druk gemaakt. Ik heb ook niks opgenomen. Daarom moest ik het vandaag nog even snel dit opnemen. Want dat wou ik nog even, doen voordat... de andere vlog eraan komt van Feyenoord tegen NAC. Dus ik dacht, ja, ik ga nog eventjes snel dit even opnemen. Want het is gewoon warm jongens. Het is echt lekker in het zonnetje. Ik dacht eventjes van nou, het mooie weer is echt helemaal over en zo. Ja, je kan geen korte broek meer dragen, dat niet. Maar het is in ieder geval... wel weer even lekker om gewoon, ik loop gewoon in mijn t-shirtje, mijn korte mouwtjes. Dan kan je gewoon waar we lopen. Ik heb nog een trui extra meegenomen. Ik dacht misschien wordt het wel koud of zo, maar het valt nog reuze mee. En ja, ik moet natuurlijk oppassen, want ik ben daar verkouden. Dan spreekt ik helemaal zo'n zieke hond. En dat moet niet, hè? Dat moet niet. Nou, morgen weer werken. En dan zit mijn extra lange weekendje er ook weer op. Ik heb natuurlijk, vrijdag ben ik natuurlijk vrij geweest om naar de Efteling te gaan. Dus ik hoefde vorige week hoefde ik maar 4 dagen. Was wel lekker eventjes. Lekker op mijn gemakkie. Zo, wat gaan we nou allemaal weer krijgen van herrie? Oh, ik heb ze trouwens nog helemaal niet gezien, die beesten, die scheidbeesten. Maar zie je ze altijd wel hier ergens zie je ze staan. Maar ik vind het wel best, ik ga ze niet opzoeken. Ik ga het hem denk ik neerleggen, jongens. Ik heb verder niet echt veel meer te melden. In ieder geval dat het een hele leuke Negen Pleinen Festijn was. En een shout-out naar iedereen die er was. Ik ga hem neerleggen. Ik ga de batterij, deze batterij die is niet helemaal opgeladen. Dus die ga ik nog even dadelijk, als ik thuis kom, in de oplader gooien voor Feyenoord tegen NAC. En dan zie ik jullie morgen allemaal weer bij een nieuwe vlog op dit kanaal. Dan krijgen jullie de Feyenoord-NAC vlog te zien. Die ik dus vanmiddag ga opnemen. Nu ik dit aan het filmen ben. Voor jullie is dat natuurlijk alweer een week later. Maar jullie kunnen wel genieten van de Feyenoord-NAC vlog. Nou, in ieder geval jongens. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even het duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultraxx. En 401 abonnees momenteel. Op het moment van filmen heb ik 401 abonnees. Zo. Ah, mijn kiel. Zo, hoor je dat? Mijn stem sloeg gewoon helemaal over. In ieder geval, abonneer eventjes. Druk op het belletje. En als je geabonneerd bent, vergeet niet eventjes de notificatie aan te drukken. Door eventjes het veetje aan te vinken. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groeten van deze kant. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultraxx op mijn kanaal. De groetjes allemaal en tot de volgende. Jongens, bye!